BNP Paribas Fortis stelt voor. Ja, dus in het verhaal zijn de drie broers die wonen in die dezelfde huisjes naast elkaar. En we dachten van ja, dat is poepsimpel om te vinden. De België staat er gewoon knalvol van. Van die woonwijken en ja. Toen we zeiden van, we gaan dat zoeken. Thomas zei, ja, bij ons in de straat, daar staan er zo. Ja, en bij ons in zo'n woonwijk staan er zo ook. Ik zei, ja, maar ja, bij ons in de buurt ook. En dan begin ik eigenlijk zo eens een keer te kijken van, ja, wacht even. Die twee huizen staan tegen elkaar en dat klopt eigenlijk ook niet echt. En die huizen staan weer te ver naast elkaar. En de een heeft een nieuw garagepoort, terwijl die andere twee nog een oude hebben. Er staat in één keer een buskotje voor de deur, een grote lantaarnpaal. Al de dingen die je maar kunt bedenken, komt er dan tegen. En dan gewoon het technische aspect. Je kunt dat niet op een manier in beeld brengen dat het echt zo de symmetrie tot zijn recht komt eigenlijk. Zo de perfecte verdeeldheid. Want dan moet je eigenlijk zoveel meter achteruit kunnen gaan. En dan staat er bij iemand thuis in de living. Dat is ook niet echt de bedoeling. En toen zeiden ze van postproductie, dat was de fridge. Die zeiden van ja, film dat gewoon. Één huis. En wij knippen en plakken dat we naast elkaar. Als het zo simpel is, dan doen we dat gewoon. En dat is een redelijk zware bevalling geweest, maar die mannen hebben dat fantastisch gedaan. Ja. En heel veel mensen die hebben dat niet eens door. Dus dat bewijst nog maar eens dat het... Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.